Hey, welkom bij Bewegen met Bart. Vandaag gaan we weer 10 minuutjes bewegen. We doen dat elke dag om ons lichaam sterk en gezond te houden. We gaan vandaag een stretching doen, waarbij zowel je bovenlichaam als je onderlichaam aan bod komt. Ik vroeg jullie een paar dagen geleden waar jij vandaan komt en van waar jij de workouts meedoet. Ik wil namelijk een beetje zicht krijgen op waar er overal in Vlaanderen wordt meegedaan. En ik heb het kaartje ondertussen wat aangevuld. Heel veel mensen hebben al gereageerd. Maar als jouw gemeente hier nog niet tussen staat met een rode bol, dan mag je altijd nog iets laten weten in de opmerkingen hieronder. En dan vul ik het graag aan. De stretching die we vandaag gaan doen, die kan je eigenlijk elke dag doen. Duurt ook maar 10 minuutjes, dus die kan je perfect na de workout die je dagelijks hier komt doen, er nog aanplakken. Als je die wilt terugvinden, klik dan even hieronder op het kanaal. En dan kan je bij specifieke workouts de stretching terugvinden. We gaan er meteen aan beginnen. Proficiat dat je er vandaag weer bij bent. Zorg dat je elke dag 2 flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders, dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we! Voor de stretching van vandaag heb ik een aantal oefeningen geselecteerd die heel eenvoudig zijn. Als je nog niet echt opgewarmd bent, kan je altijd nog een van de andere workouts voordien doen. Wij gaan samen nog een hele korte opwarming doen om toch een klein beetje warm te zijn voor we aan de stretching beginnen. Je mag starten met deze oefening waarbij je één hand hoog brengt en één hand laag. Aanvankelijk niet te hoog gaan, maar naarmate je er een aantal gedaan hebt, kan je natuurlijk iets hoger gaan. Ja, hand hoog, hand laag. Heel goed. Rustig aan. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Oké, dan gaan we benen staan open en we gaan handen even open en dicht laten gaan. Heel goed. Schoudergordel een beetje warm maken. Ga zo ver open als jij kan. Ja. Nog 5 keer. Nog 4. 3. 2. En dan ga je nog even de knieën heffen. En met je twee handen ga je de heup eigenlijk van het bovenste been gaan aantikken. Een klein beetje rotatie. Als je verder kan gaan, mag je twee handen naar het zitvlak brengen. Zeker niet te ver gaan. En dan gaan we zitten op een stoel. Een groot deel van de stretchoefeningen die we vandaag gaan doen, kan je van op een stoel uitvoeren. Je gaat gewoon zitten, voeten plat op de grond. Handen die ga je laag houden, gestrekt en dan achterwaarts duwen. Ja. En dan voel je meteen dat je borstspieren en je biezen worden gerokken. Trek je borstkas goed open. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Oké, adem rustig in. Laat je schouders even rollen. Oké, dan gaan we dezelfde oefening nog eens herhalen, maar iets hoger. Ja. Deze hoogte, horizontaal. En armen rustig achteruit laten neigen. Heel goed. Adem rustig in en uit ondertussen. 5, 4, 3, 2, 1. En laat je armen rustig zakken. En rol nog eens met de schouders. Adem in. En adem uit. Derde keer. We gaan het 4 keer doen. Handen zijn schuin opwaarts. En we gaan opnieuw achterwaarts neigen. Deze is echt voor de borstspieren. Oké, achteruit met die handen. Heel goed. 5.
rustig terug. En terug even rollen. Achterwaarts. Voorwaarts. Rustig inademen. Rustig uitademen. Heel goed. Laatste die we zouden doen. Gaat opwaarts met de handen. Je mag naar boven kijken en je handen die breng je ver naar achter. Maak je buik dun. Ondertussen 5, 4, 3, 2, 1. En rustig voorwaarts laten zakken. En terug even rollen met de schouders. 4, 3, 2, 1. Dan staan we recht. Heel belangrijke oefening deze. Je gaat twee handen in de onderrug zetten. Ja. Je gaat de onderrug naar voren drukken. Je gaat je borstkas naar voren drukken. En dan ga je hier volledig inademen. En uitademen. Dan doe je dat nog eens. Inademen. Goed, dan zet je twee voeten naast elkaar, een beetje open, gespreid. Gaat één hand omhoog brengen, boven je hoofd. En dan ga je een klein beetje over je hoofd gaan hangen, naar één kant. Als je verder kan gaan, mag je verder gaan. Dat is absoluut niet verplicht. 5, 4, 3, 2, 1. En we gaan rustig terug. Even links en rechts draaien. Heel goed. Heel goed. En dan gaan we andere kant doen. Heel goed. Rustig. Met je rug tegen de muur staan. Ja. Voeten niet te ver uit elkaar. Klein beetje uit elkaar kan. En dan ga je het linkerhand rechts tegen de muur brengen en terugbrengen. Ja. Je hoeft het daar niet te houden. Je mag meteen terugkeren. Ja. Als je de muur niet kan raken, geen probleem. Dan ga je in de buurt van waar de muur is. Ja. De bedoeling is dat je iets boven je hoofd tikt. Of net op de hoogte van je haar. Oké, links en rechts. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En rust. Heel goed. Ga je zitten op een stoel? Opnieuw, dan ga je op de voorkant van de stoel zitten, op het randje eigenlijk. En je gaat één been zijwaarts brengen. Ja, het andere been blijft gewoon voorwaarts. En dan ga je een beetje voorwaarts neigen. Ja, je gaat het aan de binnenkant van je gestrekte been voelen. Ja, de tenen die mogen voorwaarts ook neigen. En dan gaan we hier een beetje voorwaarts neigen. Heel goed. Vijf, vier, drie, twee, één. Heel belangrijke oefeningen deze. Onze rugspieren, onze beenspieren, sorry, die hechten namelijk aan in onze onderrug. Dat is waar ze starten. En als die korter worden, gewoonweg door ze regelmatig te gebruiken en niet af en toe eens te rekken, dan kan dat wel wat spanning geven op die onderrug en dan krijg je rugpijn. Rustig aan, voorneigen. Dit been probeer je dus gestrekt te houden.
5, 4, 3, 2, 1. En dan gaan we rustig plooien. Rustig terug. Sta rustig recht. Adem even rustig in. En dan ga je achter een stoel staan of eventueel achter een muur. Dat kan ook. En dan ga je één been voorbrengen, één been achterbrengen. Ja. En dan ga je je achterste been strekken. Het voorste been ga je buigen. Ja. En dan ga je duwen tegen je stoel of tegen je muur. En op die manier ben je je kuitspier aan het rekken. Probeer je achterste been gestrekt te houden. En de twee voeten die wijzen allebei rechtdoor. Heel veel mensen gaan de voet indraaien achteraan. Maar doe dat niet. Probeer je been, je voet, sorry, naar voren te laten wijzen. 5, 4, 3, 2, 1. Heel goed. En dan ga je het achterste been een beetje plooien. Ja. En je mag, de hiel mag nu een beetje loskomen van de grond. En dan ben je nu je diepe kuitspier, de soleus, aan het rekken. Nog 4, 3, 2, 1. Kom terug rechtop. En we wisselen naar ons andere been. Voorwaartse spijtstand. Achterste been is gestrekt. Hiel naar de grond drukken. Alle 10e tenen wijzen in de richting naar waar je gezicht is. 5, 4, 3, 2, 1. En dan ga je opnieuw het achterste been een beetje buigen. Hiel mag wel loskomen van de grond. Ik 5, 4, 3, 2, 1. Kom rechtop. Volgende oefening is iets moeilijker, maar ik steek ze er toch in om de quadriceps te rekken. Je kan ze eventueel overslaan, een andere oefening doen, of eventueel ze al liggend doen op een bed als je 's ochtends wakker wordt. De bedoeling is dat je je been, je voet, gaat vastgrijpen achter je, je knieën naast elkaar houdt. En dan, als je kan, probeer je de heup een beetje naar voren te drukken. Zoek zeker steun bij een muur, bij een stoel. Dat je deze oefening veilig kan doen. Maar ook wel belangrijk om de quadriceps, de voorkant van het bovenbeen, regelmatig te rekken. Nog 5, 4, 3, 2... 1, rustig terug, ja. En dan pakken we de andere voet, beet. En dan proberen we de heup opnieuw naar voren te drukken, als je dat kan. Als je deze oefening niet kan uitvoeren, geen enkel probleem. Doe dan gerust nog even een van de voorgaande oefeningen opnieuw. Want we gaan er nog eentje achter zetten. Drie, twee, één. En rust. Oké, laatste oefening is voor de bovenkant van ons achter, de achterkant van ons bovenbeen. De hamstrings. Je gaat één been voorwaarts plaatsen. En dan ga je voorwaarts snijden. Het voorste been is gestrekt en dan ga je voorwaarts neigen. Ja. Probeer de knie gestrekt te houden. Dus naar beneden te drukken. Heel goed. En dan zijn we bij de laatste. 5, 4, 3, 2, 1. Rust en dan wisselen we van kant. Op deze manier. Als je wil, kan je het ook al rechtstaand doen, deze oefening, door op een klein trapje of op een stoel je voeten leggen
En dan krijg je eigenlijk op die manier dezelfde oefening. Jullie zitten ondertussen bij het andere been. 5, 4, 3, 2, 1. En het zit erop. Heel goed gedaan weer vandaag. Proficiat dat je erbij was. Probeer er elke dag bij te zijn door hieronder op abonneren te klikken. Moest dat nog niet gebeurd zijn. Dit soort stretching kan echt een groot verschil maken in de manier hoe jij je voelt. Dus het is heel goed om deze stretching misschien 2, 3 keer per week te herhalen. Als je voor vandaag nog een andere workout wilt doen, klik dan even hier of hier. En ik zie je heel graag morgen terug.